Dit is Martin Kenialli, welkom terug bij een nieuw part van de part 3 van de Black Ops 2 campagne. Dit is Mission Celerum. Celerium. M27. Oh. Ounce. Zombies in. Nuketown zombies. Select fire, dus ik kan hem niet automatisch of niet automatisch maken. En ik zie geen extended clips. En dit is multiple. Multishot explosive. Flagellate launcher press. Links pijltje. Toggle double burst shotgun fire. Oké. War machine. We gaan gewoon eens even kijken wat er gebeurt als we. Hey buddy, tijdje niet gezien. Favoriet wapen Modern Warfare 3. Olympia. Pff, zeker niet. S12. Laten we gewoon een S12 doen. Weet je, omdat het kan. Oh, die select ken ik hem. Grenade, flashbang. Oké, voilà, X-kit. Fast hands. Ja, alleen wapenswitchen, dat maakt niet veel uit. Dus ja. Ik zit shit, mijn glas loopt 2 seconden achter. 2, 3, 2,5. Iets in die richting. That's how it started. Her old man tries to kill Menendez. Menendez wants payback. Even if it takes decades. Menendez, back then, is a big fish in a small pond. He made his cake. Run the drug cartel out of Nicaragua. There's a hand-me-down. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around in the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. So while corporate America is kissing China's ass. Now the mysterious Cordis Dia social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cordis Dia? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. Raul fucking Menendez. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military based on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit. No, go. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cordis Dia's leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent, and no one fucking believes them. They take out Cordis Dia's network 2 days later. The director of the FBI burns alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Nou, dat was een lang filmpje. Yeah. Look at that. Menendez got a whole private fucking army hidden out there. Cubans. Elite rank. State-of-the-art tech. How many followers does Cordis Dia have right now? What, a billion people? Try 2 billion. You'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. They've got a hell of a disappointment coming. That's all I can say. Time to go see what Menendez has got hidden down there. Jij mag vliegen. You ready, Harper? Keep momentum on your swing. Don't want to be left hang. Even kijken. Op de computer heb ik dit goed gefixt. Ik zou niet weten hoe dit op de PS3 zou moeten.
alleen. Wauw. Die ging me makkelijk. Nou deze. Surface is a little uneven. Jam hard with the nano gloves. So far so good. Samuel Harper. Ready? Okay, hotshot, your turn. Begin een beetje. One more time. Nog één keer. Jongen, jongen. Even kijken. Woep. Ah, nou hoef ik niks te doen. Hij kon niet springen. His following sure did. And what does Cortes Dia mean exactly? It's Latin. Hard day, Sushi. Sounds like some. Hey, kan er niet vanaf lopen. That's what Menendez wants his followers to believe. Trust me, it isn't. Crosby. Heb jij wingsuit? Ja, ik ben een vogel. En dan vlieg ik. Ga ik vliegen. Hey, hij was sneller dan mij. Ah, rechts om te sturen. Dat is normaal altijd meer voor de linker. Weet je wel, met rechts, met die rechte stick kijk je alleen maar. Yo. Door een boom heen. Heb ik wel al gedaan op de PC versie. Door een boom heen. Ik ging niet eens dood. Ja, hier vloog ik de eerste keer tegenaan. Ah, boem. Had ik de eerste keer ook op de PC. Of nou ja, de derde, vierde keer waarschijnlijk dan. Nou, ik zag het wel staan, maar ik drukte te laat. Eerste keer dood. Jezus, stril niet zo'n controller. Salazar, Crosby, you got the left side? Cover, ready on your go. Neerst een tijd voor actie. Combatiente abierto! Kragan, this is Harper. Come in. Enemy is preparing to leave location. Houden we ons onzichtbaar. Ik wil niks spoilen, maar ze worden onzichtbaar. Hey, zweef de gun. Dan zie je ze ook echt niet, hè? Een EMP grenade will fry their cloaking systems. En nu? Oh, dan kruipen we gewoon naar beneden. Heb ik een EMP? Geen idee. Volgens mij was het flashbang. Wat is dat? Hey, dat is Crosby. Enemies in de elevator. Is dat een elevator daar dan? Nee, mijn site loopt te trillen. Kijken of we nog een hitmarkertje kunnen krijgen. Oh, hitmarker voor de win. Doe vandaag hier vanaf. Ja, dat laten we niet doen. Ik wilde dus niks spoilen met, want dat is onzichtbaar worden, maar ja. Een seconde later zou het toch zien. Nee, rennen. Een dolfendijf wilde ik maar. Holy shit. Er was toch daar een
Oké, die is oud. S12 met millimeter scanning. Oh, die is zo genius. Je hebt Lennox en S12. Hey, snipers. Loop daar, gastje, of niet? Nope. Oh, hitmarkers. Oké, ze zijn dus dood. Hey, Harper. Kijken. Daar zie ik een gastje. Volgens mij kun je ook de muren met dit ding heen schieten. Not sure, but... Ik dacht dat ik het ergens gehad had of zo, of gelezen, ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Het zijn gewoon normale stenen. Hey, deze gaan we gebruiken. PC-versie ook gedaan. Dat weet ik wel. Yep. Oh ja, die mag niet in de lucht, toch? Of was dat wat anders? Oh, sorry, Harper. Dit is een nieuw Yorware. Daar. Oh, dus wel die. Fuck, wat is er afkoelen, natuurlijk. Stel je voor dat er ook iets zou gaan. Gelukkig, hè, dan heb je weer zo'n ding. Nou, niet meer. Hehehe. Shit. Ik ging net lekker. De killstreak had ik. Key 9. Dingetjes. Spat ding, weet ik niet. Hey. Oh, gelukkig zag ik dat ding. Anders zou ik waarschijnlijk nu dood zijn. Ik zie er niks. Wow, van zo ver. Ik zag niet eens wat. Ik zag alleen een lijntje en dat volgde ik. Domme zouwer. What? 7 kogels left. Is dat deze zeg? I take it. Ik wil die bastard even uitsnijperen. Jij, yeah, hitmarkertjes. Dan weet je zeker dat je ze hit. Er zijn mensen die negatief tegenover staan, zijn mensen die positief. Nee, ik een beetje positief, weet je. Dan weet ik zeker dat je dat hit. Soms heb je wel eens van. Heb ik hem nou wel of niet gehit? En nou bij die explosie, dan krijg ik helemaal geen hitmarker. Oh shit. Dip shit, dip shit. Go, go, go! Nope. Hoe kon ik die nou missen? We hebben nog ergens sniper ammo. Ammo, somewhere. Ik weet dat er hier ergens snipers waren of zo, weet ik veel. Ammo. Oké, 100 kogels, 390. Volgens mij kreeg ik niet eens zoveel kogels mee. En die ammo crates zien er. Ja, die zijn opvallend in ieder geval. Nou, niet meer. Niks te zien daar. Laten we doorgaan. Zien we wel gaaf uit die dingen. Maar ja, ze doen nu niks, hè. Ah, nee, niet weer dit stukje. Dat had ik ook al gehad op PC. Hupke, rush erin en bam. Toen was ik elke keer weer dood. Ik kreeg het elke keer weer voor elkaar. Laten we even gaan quick no-scope die bastard.
Oké, in ieder geval, ik heb hem uitgeschakeld. Hey, met zombies krijg ik 4 kogels. Met multiplayer krijg ik de 6 waarschijnlijk. Of ook 5. Nee, 5 en 96. En ik krijg 7 met meer ammo. Ding. Oh, dat wordt heel scheef. Wat? De tegenwoordig damage aan die muur. Fucking hackers. Oh, ik dacht dat dat was. Bingo, open tempel door. Tempel door. Kraken, dit is section. De surface installation is neutralized. Moving to investigate secondary structure. Let's blow it. Stand back. Wow, awesome. Wat nu naar binnen. Watch your step. Floodwaters may have weakened the structure. Ah, bullshit. Ja, nu. Nog meer. Holy shit. Look at this. What we saw up top was just a front. Walls are several meters thick. We lose comms inside. Update Briggs. Tell him we're moving in. Kraken, this is Harper. Confirming SciTech installation beneath the temple. Requesting immediate cleanup and containment unit to our location. Be advised, we will lose comms as soon as we make our entry. Kraken confirms. Ground team moving for immediate insertion. Stand by. Hup, laat me erin. Salazar, get it open. Okay. Yeah, flag check. Toch? Optical camouflage. Enemy's optic systems. We need to get our techs working on analysis. Ah, crap. Ik ben onzichtbaar, jongen. Ik ben onzichtbaar. Je ziet me niet. Shit, je ziet me toch. Ja, wat is hier? Hey, Crosby. Crossbow. Beide gezegd. Kijk, laten we even no-scope in de face. Wat? Hoe kunnen we dat miswijzen? Dat was gewoon een dik headshot. Of nut. Volgens mij kun je ook zo'n ding hacken of zo. Keep pushing. They sure as hell don't want us in here. Oh, double. Niet dat het een hele prestatie is. Ik had double tap als perk moeten nemen. No scope, bitch. Cordish die. Knife in the face. En... oh, dat was wel erg mis. Yay, stuk. Hey Harper, welke kant gaan we op? Ah, toch naar beneden hier. Dammit. Waarom lopen ze weg? Ze zijn bang voor mij. Ah, sorry Crossbow. Oh, dan zijn we net vandaan zeker. Waar de? Oh. Oh, use. Oké. Okay.
Oh, ik moet even bukken. ASD. Ja, ik... What the... Let's go. Mooi, smoke. Kunnen ze mij niet zien. Dan ga ik mezelf camoufleren. Ja, jongen. Jullie zien me niet. Jullie zien me niet. Jullie zien me niet. Waar gaan we naartoe? Hij ziet me. Bastards. Echt, wat voor zin hebben als het niet eens werkt? Ja, kom op met je kop naar boven. Kom naar boven met je kop. Knallen we die eraf. Maar waarschijnlijk. Hey, ammo waar? Oh, hier, ammo. Jongen. 12 mm. Hey, dat is voor die shotgun, de secondary. Volgens mij wordt die dan hier neergelegd. Als je een ander kiest, dan krijg je dat soort hetzelfde wapen. Dammit. Oh. Had ik hem even mooi te pakken. Son of a bitch. Jou ook. En de headshot. Waarom doet deze niks? SMR hybrid. Wie wil er nou een SMR gebruiken? Wat is dit? Jee, volgens mij was er nog wat. Dan kun je zo'n AGR hacken. Oh, wat sniper skills. Ik mis 99,9% van alle kogels die ik schiet. Oké, de granaten doen het werk wel. Ziet er een beetje als Black Ops scenario uit, weet je wel. Als je die basis in moet gaan, om de raket te vernietigen ofzo. Dan wordt het een double. Yeah, double. Chips. Oh. Ik dacht dat ik bijna geen ammo meer zou hebben. Na heeft een feestje. Oh, chips. Ik zeg nogal vaak chips vandaag. Oké, we're clear. Huppakee, force open. Yeah, ach yeah, jongen. This is 3D fabrication tech. Weapons, components, armor. Menendez is arming himself for war. Woods told us how much wealth Menendez built over the years. He's been investing it in weapons tech. Somebody's here. Die de ramen slopen, dat is de mode tegenwoordig in, als je oorlog aan het voeren bent. Okay, come on out. This lab is linked to a known terrorist. You start talking or I will hurt you. My name is Eric Briner. I'm a magnetometer. Ja, ik zie dat Erik staat, ja. And what is Menendez's interest in you, buddy? They brought me here to process the solarium. It's a new rare earth element that will render all existing microchip technologies obsolete. They're coming. Get me out of here alive. I'll give you everything. Down. Gelukkig heb ik een AGR'tje voor mezelf geprogrammeerd. Oh, ik heb me net eentje gedamaged. Hij is gebruik explosief, dat vind ik niet eerlijk. Hey, AGR tegen. Hey. Je kan het toch neerzetten zo? Chips.
Ah, that's my sniper. Time to kill some fucking bitches. Ah, geertje, ga niet dood. Oh, fuck. Die ding zal ik te schieten. Waarom sturen ze snipers op ons af? Oh, sorry. Sorry dat ik op schout, Agiatje. We're clear. Now, where's the solarium? This way. The locking mechanism requires two operators. Hoe wist ik dat het daar zou wezen? Rotina, access now. Rotina? Doet me denken aan een appel. Midrijf. Follow me. Ik ren best wel traag, hè? Quantum entanglement. This single device has more processing power than your entire. That's not a buggy, that thing. Rumors around the lab were that Menendez glitchy plans to use it as a basis for a massive cyber attack. I heard talk of something called Karma. It may be the name for the cyber weapon. If Menendez uses a Solarium worm to initiate an attack, there will be nothing anyone can do to stop it. I couldn't stop it. Waarom keken hun niet? Oh, damn it. Waarom draag jij niks? Nou, ja, dat was ik zelf ook al achtergekomen. Weer een S12mm side ding, hè? Wat is daar? Dus niks. Niet zolang ik er ben, dan is er altijd nog hoop. Waarom kan ik hier aan niet? Beetje weird, hè? Zie je wel door de muur ergens schouten? Scorpion Evo. Sector, your team can stand out. It's Briggs. Stand out. It's the extraction team. Boy, are you a sight for sore eyes? Jij bent Paul Drew. Hey Briggs. Accomplished. Mission accomplished. Admiral Briggs, good to see you. You too, Sergeant. Whatever Menendez is planning, Solarium is the key to it. If I only got one over his cocksucker. He's just a man, Admiral. He'd like you to think he's something more, but he ain't nothing but a sad old pitiful excuse of a man. Hmm, 30 minuten. Nope, we kunnen niet pauzeren. Oh ja, dan kom je weer een minuutje voordat je je wapen kan selecteren. Bedankt voor het kijken naar deze part van... hey, Tropy Gathering Storm. Bedankt voor het kijken naar deze part van Black Ops 2 campaign. Ja, bedankt voor het kijken daarvoor. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen te abonneren. En tot de volgende part. Laters.